Hallo en welkom, dit is onze Banjo Town server, sorry, mijn fout. Server, oh. Oh, sorry, haar fout. Oké, we zijn een beetje... Wow, dit begint al goed. Onvoorbereid. Oké, laten we even naar boven gaan. Staat de muziek wel aan? Ja. Ja, oké. Oh, shit. Oké, mensen. Ja, het staat zo goed. Oké, we gaan officieel beginnen. Oké, laten we gewoon... Nee. Oké, ja, geef maar. Wel, wacht, ik moet nog even naar boven geven. Mensen, we zijn hier met z'n tweeën volgens mij vandaag. Oh, nou, dan met z'n drieën. Ook goed, wie ben jij? Ik ben Sophie. Oké, we gaan beginnen. Oké. Dus, dat gekleurde. Dat is de muur. Dat, ja? Ja, dat is de muur. Daar zijn regels op en die gaan we niet voorlezen. Niet? Nee. Okay. Dan word ik een beetje gek van. Laat de kakkels laten falen. Oh shit. Ik ben een beetje slecht met kakkels. Oké, ik zet wel, ik doe even de zwart. Dat is een zwart. Ja, dat zeg ik. Kwartje zwart, daar. Oké. Wie sloopt nou de hele tijd dit alles? Nee. Sophie. Nee, ik ben echt niks. Ja. Dat is het vakantiehuis van de burgemeester. Of toch? Echt niet, dat is het huis van de burgemeester. Dus het huis van de burgemeester. En dat is de kas. Dat we gaan nu naar een heel bijzonder gebouw. En dat is het roze schaap. En we gaan ook gewoon helemaal naar beneden. Ja, goed dan. Krak. Oh shit. Ah, jij valt in het water. Oké, dus dit is de brug. Je plammetje valt zo vaak in het water. Jee, oké. Het schaap houdt niet zo van het, volgens mij. Dat is dus het roze schaap. Kom maar binnen. Want hier is... Slachterij. Nee, dit is de schapenslachterij. Ja, en dat kan je ook wel zien, omdat ze alle schapen willen. Nee. Dit is gewoon het huis, maar ik slacht hier altijd schapen. Gewoon voor de lol. Alleen de bijzondere, zoals de roze, laat ik leven. Hoe kreeg je eigenlijk een roze? Oh, ik plaatste hem onder water en toen had ik opeens een roze. Oké, doe even niet, doe niet. Kap hem niet. Ik ga het proberen. Ja, andere keer. Oké, hebben jullie alles verwijderd? We gaan dus weg. Oh, wij zijn... Ik ga naar, weer naar het glas. Ja, goed idee. Dat was even een kleine... Even onderbreking. Ja. Gewoon, wij hebben gewoon ook... Onze kinderachtige momenten. Laat ons. Iedereen heeft. Iedereen is wel eens kinderachtig. Ja, maar laat ons. Ja. We zijn vaker kinderachtig. Wij zijn niet. Wij zijn... Eigenlijk zijn wij iedereen. Iedereen en alles zijn wij. Yes. Oké, nee, sorry. Okay, jij moet gewoon raad. Ja, dat weet ik. Oké. Waar ga je heen? Ik ga even kijken wat er nog weer te beleven. Ik word de hele tijd... Sta stil, want anders word ik de hele tijd weer teruggetrokken. Dat zijn de... Ik wil jullie nog eventjes iets heel bijzonders laten zien. Nee, we gaan er niet in. We gaan alleen de hoge kaktussen laten zien. Ja, dat wil ik doen. Kak, nou, ik word er gek van jou. Dit zijn die hele hoge kaktussen. Van de wereld is net al overal. Ik word echt helemaal weer teruggetrokken. Dat zijn kaktussen. Ik haat jou. Nog twee kaktussen. Heb je dat ook nog? Oké, en we gaan weer terug. Waar ben je? Ah, nu ben ik al bijna voorbereid. Nee! Oké, dit is een beetje gek. Maar jij bent gek. Oké, laten we de enorme god nu laten zien. Ja. Puur omdat het kan. Zo, hè? Ik kan... Ah, nee! Allemachtig! Waar is de enorme god ook weer? Nou, die loopt gewoon hierheen. Dan ga ik ondertussen schapen offeren. Dat moest vandaag ook nog weer gebeuren. Oh ja. Niet dat we dat elke dag doen hoor. Jawel, dat doen we elke dag. Stam, waar is dat nou? Ja, dat wil je wel weten, hè? Volgens mij, ja, als schapen ontsnappen, dan blijven ze gewoon leven. Maar dat mogen alleen witte... En ik sta weer in de fik. Kut. Het is jouw schuld. Oh, mijn jouw schuld! Oh, daar is het. Kijk maar. Ik sta even in de fik, hoor. Mensen. Oh ja, we hebben een hele rare vuurskin. Niet meer. Jij hebt een hele rare. Ik heb een hele rare vuurskin. Jij zit op mijn mobiel, ik zit op jouw tablet. Ja, dus ik ben ook al Die tablet mobiel, hè? Oké, niet zoveel offeren, want anders gaan ze allemaal naar buiten. Kappen nu. Kappen!
Ik moet nog één schaap opgaan. Nee, gewoon geen. Nee, maar ik moet we hebben al geopperd. Kappen nou. Nee, kappen. Jullie zitten echt kappen spannen. Kappen met opvangen. Ik ga jullie echt verwijderen uit mijn hele wereld, hè? Nee, ik ben aan het filmen, dus ik mag niet verder. Nou, dit is onze eenhoorngod. Film het die van mij wel. Onze eenhoorngod. Wat zat hij nou weer in de fik? Hij heeft een horen, maar dat zie je heel niet goed. Oké. Okay. Dit is het vakantiehuis van de burgemeester. En ik ga weer op de dance. Oh, ik ga even... Waarom staat dit allemaal in de fik, zeg? Maar dat is het vakantiehuis van de burgemeester. Wat staat in de fik? Alles. Dit, als jullie ons kanaal kennen, wij hebben natuurlijk een film. Wacht, ik ga zeggen van wie het is. Wij hebben een film. Ja, een film. We zijn nog bezig met een film. En dat weten sommigen van jullie ook wel, die dit kijken. Waarschijnlijk. Of ze weten het gewoon helemaal niet. Ja, maar we hebben dus een film. En dit is dus de boot waar de film wordt opgenomen. En die is gemaakt door een jongen die ik heel goed ken van 3 jaar geleden op de camping. En ik had hem, toen zijn we laatst, afgelopen zomervakantie, zijn we op dezelfde camping gaan staan, expres. En toen heeft hij dit schip voor mij gebouwd. Yep. Witte parel. Ja. Yep. Ik snap het. Nou, ze hebben daar in Pirates of the Caribbean heet hij de Black Pearl. Pirates of the Caribbean, zo heet hij. Hoe heet dat dan? Pirates of... Weet ik veel, Pirates of zo? Nee, Pirates of the Caribbean. Nou, hij laat gewoon. Hij heeft alleen niet de kanonnen gebouwd en het kraaienest. Dan kom ik ook weer bij dat kleine bootje. Maar voor de rest, dit is echt heel gaaf. En dat heeft hij allemaal gemaakt. Volgens mij ook niet de loopplan. Respect. En hij heeft het niet ingericht, maar wel gewoon de boot. Oké, okay, maar als jij er niet in. Tristan, als jij dit dus kijkt, respect. Ja, okay. Het is gewoon het cool boot. Oké, okay. Maar het kleine bootje, dat hebben wij gemaakt. Oké, okay, en dit is de vuurtoren. Die kogels is van als je de film kijkt. Naar de vuurtoren. Back. Oké, maar als je de film kijkt, dan weet je dat wij dus die schip ooit een keer hebben aangevallen. Dat schip ooit een keer hebben aangevallen. Het is een Nederlands huis. We hebben dat schip dus ooit een keer aangevallen. En dat, die mast is nu dus helemaal kapot. Ja. Dus oké, we gaan verder naar de vuurtoren. Wie heeft er pijlen hierop geschoten? Sophie. Nou, dit is de vuurtoren. En als jullie... Nee, dat hebben we eigenlijk niet geüpload. Maar Sophie die kan soms best wel irritant zijn. Vooral als je met haar survivalt en je zegt... Help, ik word vermoord door een skeleton. Dan gaat ze die skeleton gewoon helpen mij te vermoorden. Is dat echt zo gebeurd? Ja, dat is echt zo gebeurd. Wanneer... Was ik daarbij? Nee. Oké, nou, dit was dus ongeveer het. Hebben we de tent al laten zien? Nee. Oké, de tent, jawel. Nee. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Nee, nog niet. Jawel. Nee, sst. Kijk, oh, ik wil nog even de piramide laten zien. Kijk eens, daar is de piramide in de verte. Komt ja, en nu gewoon hup, want... Die tent is zo belangrijk niet. Dat is de piramide. We hebben ook een tent hier op lijkt op een vulkaan. Ik zal even gaan zoeken. Heel leuk. Ik weet het tenminste uit mijn hoofd te vinden. Jij niet. Ja, ik kan je niet dagelijks. Hier. Oké, kijk. Ten eerste zou je denken dat het een vulkaan is. Maar dat is het dus niet. Nee. Bespot mij maar weer hoor. Het is een tent. Iedereen denkt echt dat het een vulkaan is. Die zegt, wow, wat een coole vulkaan. Maar het is wel een mooie tent hoor. Ja. Ja, ik vind hem echt mooi. Ik heb hem gemaakt. Nee, echt niet. Ik heb hem gemaakt, noob. En dat is dus wel een vulkaan. Yay! Ik ga met de vulkaan mee. Maar ik heb dus een hele rare vuurstuk. Kijk maar. Eigenlijk ik. Ja, Merel heeft een hele rare vuurstuk. Oh, zit je wel voor een vanaf hier. Oh shit. Ah, nu sta je ook in de fik. Oké, dat was wel heel erg faal. Oké, dus. Wacht, we willen een mooi eindplaatje van mij op de foto bij het schip. Nee, dat hier was... zo bij het vakantiehuis. Waar? Weet je mij? Oh wauw, hier zouden echt monsters kunnen spawnen. Nou ja. Lekker wind. Zie je mij? Wacht, ik hoor bij je. Berg! Snel! Wacht dan even. Wacht, we moeten wel dit doen. Oh ja. Lekker. Nee, niet, nee, want dat zie je toch niet. Oh, lekker. Oké, die. Oh! Maar het hoeft geen foto te maken. Nee, weet ik. Ga dan maar naar beneden. Ah, nu kun je je beeld niet meer zien.
Nee, ik dacht alleen. Oké, mensen. Iets dichterbij. Dit was het. Bedankt voor het kijken. En like en abonneer. Druk ze vooral op het groene duimpje. En dat is hetzelfde als like. Dat weet ik. Weet je wat ik raar vind? Telkens als ze zeggen hallo. Hey, waarom steek jouw zwaard door mijn hart? Hey, dat is mijn popcorn ding. Waarom steek jouw zwaard door mijn hart? Oké, maar druk op het groene duimpje. Weet je wat ik raar vind? Als mensen zeggen ik heb geliked, schrijven ze ik heb gelikt. En dat heb ik echt al 3 keer gezien. Maar druk eens op het groene duimpje. Ja, ga ons likken. En abonneer vooral. En schrijf in de comments wat we moeten maken. Ja. Jouw naam. Je naam in de lucht. Of als straat, stel dat je Pietertje heet, heb je opeens de Pietertjestraat. Als je een huis wil kopen, dat kan. Je kan er alleen nooit het never op. Als je in Zuid-Holland woont, schrijf dan even welke plaats. Dan zou het kunnen. Stel dat je bij ons in de buurt woont, stel nou. Dan zouden we misschien langs kunnen komen. Dan zouden we misschien samen iets op kunnen nemen. Nou ja, als je in de buurt van Rotterdam woont. Als je in de buurt van Rotterdam woont, dan moet je dat even zeggen. Wij wonen daar een half uur vandaan. Maar dan zouden wij afspraak kunnen maken dat je ook in de opname komt. Ja. Als je dat leuk vindt, tenminste. Maar, dit was het. Dit was het dus. Abonneer. Bedankt. Druk op het goede duimpje. Heel erg bedankt voor het kijken. We gaan nog even inzoomen. Oh, prachtig. Ze steekt weer door mijn hart. Oh, mensen. Ik ga dood. Terwijl zij rustig de spotlightje ingaat. Terwijl ik ondertussen heel droevig naar de zijkant loop. Zodat ik als enige in beeld kom. Oké, nou. Mensen, dit was het. Doei en bedankt voor het kijken. En Sophie is gek.